Er staat iemand bij Dries. We hebben gezegd dat onze Q Academy student Dries, Dries de Vis, op de vismarkt in Mechelen staat en dat de eerste luisteraar die bij hem komt, en ik ben een heel klein, klein geel visje van K3 zingt, dat hij een reis naar Sardinië wint. Gewoon als verrassing voor vandaag, hè, dat wij tof zijn. Heel veel reactie gekregen, mensen die zeer wantrouwig zijn op de Q-app. Ik snap totaal niet waarom. Even iemand bellen, hallo. Hallo, met wie spreek ik? Met Dries? U spreekt helemaal met Dries. Hey, Dries, ja, jij bent de student van de Q Academy, klopt hè, van Q Music? Ja, ja, zeker wel. Ja. En Dries, ja, je zei het net al, maar even toch belangrijk om te benadrukken. Jij heet echt Dries de Vis? Ja, ja, dat is echt mijn echte naam. Ik ben zo door mijn moeder en mijn vader Dries de Vis. Ja. Ja. Waar sta jij op dit moment, Dries? Ah, wel, ik sta op dit moment op de vismarkt tussen vishandel, Luxvis en café De Gouden Vis. Ja, ja, daar sta je nu. Ja, ja, okay. Een stralende zon. Ja, iedereen vindt het een heel flauw mop, die stuurt via de QR. Wat draag je, Dries, hoe zie je eruit? Wel, ik draag groene regenlaarzen, een geruit hemd en een vestje voor een vissershart kan doorgaan. Ik denk dat ik zo op de vismarkt een viskraam kan gaan staan. Heel veel mensen dachten aan een aprilvis. Ja, Tom uit Diepenbeek die stuurde van Hasselt naar Mechelen is wat te ver om deze prijs aan de haak te slaan, zeker. Hè? Nu vies ik achter het net, zeker. Robin uit Tekenen, wie daarin trapt, die zijn gezicht wil ik wel eens zien. 1 april. Welke zot gaat daar naartoe gaan, vraagt de Sarah uit Herental zich af. Dries de aprilvis, zeker. Ha, ha, ha. Volgens Andy uit Borgerhout zit een luchtje aan de wedstrijd. Something fish. Zegt Peter. Nicky ook, subtielse mannen. Jullie zijn ook niet vis van een grapje. Hè? Ja, die vind ik mooi. Dries, wie staat daar bij jou? Want er is een luisteraar echt op afgekomen, hè? Ja, zeker en vast. Bij mij staat Koen en ik zal hem even doorgeven. Ja, Koen. Koen. Hallo, Koen. Goedemorgen, Koen. Hier met Wim Oosterlink en Sam en Heidi van Q-Music, hè? Van waar ben je, Koen? Waar ben je, Koen? Van waar woon je? Ik ben van Mechelen. Van Mechelen. Jij staat op de vismarkt daar? Ja. Bij Dries de Vis? Ja, en we hebben prachtig gezongen. Ja. Ah, ja, ja. Wat heb jij gezongen toen je toekwam, ja? Ik ben een klein geel visje in een zee van blauw. Ja, ja, ja. Je hebt dat allemaal gedaan om een reis naar Sardinië te winnen? Ja. Koen, ja. Welke dag is het vandaag, Koen? Het is vandaag 1 april. Ja, heb je erover nagedacht, Koen? Ik heb daar heel hard over nagedacht. Ben je daar zeker van? Ja, 100% zeker, want ik dacht echt zo van, Q Music zal nu een 1 april grap zijn. En ik dacht echt van, nee, zo flauw zijn ze niet. Echt niet. Nee. Die gaan mij gewoon een fantastische reis cadeau geven. Zo van, is het 1 april? Ik zou dat fantastisch vinden. Nee, ik ben helemaal gepakt en gezakt om te vertrekken. Beste Koen uit Mechelen. Ja? Jij wint. Nu. Ja? Echte reis naar Sardinië! Yeah! Yeah! Wat? Yeah, yeah, bijelijk. Proficiat. Ja, wat het gezegd, hè? De eerste die komt, wint een reis naar Sardinië. Oh, geweldig. Fantastisch. Koen uit Mechelen gaat dankzij Dries de Vis op de vismarkt bij Café de Gouden Vis in zijn visserspak met keilkrijgen visje naar Sardinië. Koen, proficiat. Ja. Heel veel mensen nu teleurgesteld zijn dat ze het toch niet geprobeerd hebben. Maar ja, ik zal het doen. Koen, proficiat. Geniet ervan. Groetjes aan Dries de Vis en geef je gegevens door aan hem. En veel plezier in Sardinië. Dag! Dag! Sam, Heidi en Wim.